Goed, normaal gezien kunnen jullie mij nu horen en zien. Ik kijk even naar mijn collega voor een knik. Ja, oké, super. Een goede avond allemaal. Welkom op ons eerste bospraatje van Bos Plus, waar dat professor Valerie Trouet een woordje uitleg komt geven over dendrochronologie en over haar boek Wat bomen ons vertellen. Ja. Zoals ik zeg, bedankt aan iedereen om aanwezig te zijn. Ik bedank ook nu al eens kort onze partners die ons gesteund hebben in de communicatie hier rond. Uitgeverij Lano, Yves Sargent, het Afrika Museum en ook het Houtlabo van de UGent. Ikzelf ben Isaac Lieverro van Bos Plus. En ik ga kort, voordat jullie de andere sprekers aan het woord horen, een introductie geven, meer naar het praktische luik van het bospraatje. Dus dit is het verloop. Nadat ik mijn babbeltje heb gedaan, zal professor Jan van den Bulcke een korte introductie geven voor professor Valerie Trouet. Daarna volgt er een lezing door Valerie Trouet, waarvoor jullie hier natuurlijk allemaal zijn. En dan achteraf is er ruimte voor vragen en discussie, een half uurtje. Hebben we daarvoor gerekend voor die vragen en discussie. Heel praktisch, gewoon ter informatie. Wat dat jullie zien is 10 seconden na dat wij het gezegd hebben. Dus gewoon, dit is ter informatie dat als je een vraag zou stellen in de chat en je krijgt daar niet direct een antwoord op, dan kan dat daardoor zijn. Verder ook ter informatie dat de lezing wordt opgenomen. We zullen die later ter beschikking stellen via de website en we zullen die ook verdelen, opsturen via mail, de link daar naartoe. Daar ook nog eens bij dat er niemand van de deelnemers zichtbaar zal zijn op die opnames, dus je hoeft je zeker geen zorgen te maken naar privacy toe. Dan het geschatte einduur. Wij schatten dat wij om 9:30 klaar zullen zijn. Het kan zijn dat dat 5 minuten later of 5 minuten vroeger is, maar dus 21:30 uur. En dan ja, nodigen we jullie alvast uit om vragen via de Q&A te stellen. Dat is het icoontje met het tekstballonnetje. Die vragen zijn zeker welkom tijdens de lezing, maar we zijn er nu al bij. We zullen de inhoudelijke vragen pas op het einde behandelen. We gaan er dan uit filteren en de belangrijkste vragen aan Valerie stellen. Jullie kunnen zelf geen rechtstreekse vragen stellen mondeling, maar je kan ze dus wel schriftelijk geven. Dus bij deze een warme uitnodiging om dat ook te doen. En dan wil ik ook kort nog eens ja, Bos Plus voorstellen. Wie zijn wij? We hebben een heel breed publiek aangeschreven, dus het kan heel goed zijn dat er vandaag mensen aanwezig zijn die Bos Plus eigenlijk nog niet kennen. Wij zijn een organisatie en die ons specifiek inzet voor het bosbehoud, voor beter bos en voor meer bos in Vlaanderen, maar ook in andere delen van de wereld. We hebben verschillende activiteiten. Wij zijn dus werkzaam in Vlaanderen, waar dat we dan voornamelijk bossen aanplanten. En daar zie je het voorbije plantseizoen hebben we 39 hectare nieuw bos aangeplant. Maar je kent ons waarschijnlijk ook van de Week van het Bos of misschien van 30-30. De actie waar je 30 dagen, 30 minuten beweegt in het groen. Of wij waren mede-organisator van het Heldenbos, een heel het project daar rond. Maar dus naast onze werking in Vlaanderen zijn wij ook actief in Zuid-Amerika. Meer specifiek in Ecuador, Peru en Bolivia. En we hebben daar een grote campagne SOS Bolivia voor opgezet rond de bosbranden. Maar we zijn evengoed ook actief in Afrika, in Ethiopië, Tanzania en Oeganda. En daar hebben we ook verschillende projecten lopen die je allemaal op onze website kan raadplegen. Meer ga ik niet zeggen over onszelf. Maar zo heb je toch een idee wie wij zijn als organisatie. Voor de introductie van Valerie heeft professor Jan van den Bulcke zich kandidaat gesteld om zelf de introductie te geven. Hij is zelf ook professor dendrochronologie aan het labo van houttechnologie aan de UGent. Dus hij is een van de meest geschikte personen om de introductie voor Valerie te geven. Dus bij deze geef ik het woord aan Jan.
Oké, ik hoop dat jullie mij kunnen horen en dat de presentatie zichtbaar is, Isaac. Klopt dat? Oké. Dankjewel, Isaac, voor de introductie. Ik ben inderdaad Jan van de Bulke. Ik ben professor aan het Laboratorium voor Houttechnologie, kortweg UGent Houtlab, aan de faculteit Biogeneeswetenschappen van de Universiteit Gent. En aan het labo doen we eigenlijk onderzoek zowel naar houtbiologie als houttechnologie. En verschillende aspecten van wat wij noemen de boshoutkolom gaan wij gaan onderzoeken. Dus van de levende boom aan de ene kant tot het afgewerkt product, bijvoorbeeld hout gebruikt in bouwconstructies. Dus we doen een hele brede range aan onderzoek. En zoals dat Isaac ook zei, een deel van ons onderzoek is inderdaad gerelateerd aan wat Valerie ook doet. Wij gebruiken namelijk ook jaringen en wij doen ook aan jaringanalyse binnen een deel van ons onderzoek. En vandaar dat ik gevraagd ben om een korte introductie te verzorgen rond professor, dokter, ingenieur Valerie Trouet. En het beeldje dat jullie zien onder de titel van Valerie, dat is eigenlijk al een mooi voorbeeld van jaringanalyse of jaringen. Dus ik denk dat ieder van jullie wel al eens een stammetje of een stukje tak in zijn handen gehad heeft. En daarom is het ook zo'n mooie discipline. Het spreekt direct tot de verbeelding. Dus die afwisseling van die lichte en die donkere bandjes die jullie zien op deze geschaafde boorkern, zo'n combinatie van zo'n licht en zo'n donker bandje, dat is eigenlijk een groeiring. En als dat ja, een jaarlijks terugkerend fenomeen is, dan spreken we van een jaring. Maar daarover zal Valerie het uiteraard uitgebreid nog verder hebben. Nu, we kunnen diezelfde boorkern eigenlijk gaan gebruiken, aangezien dat we daar een jaartal kunnen opkleven, kunnen we diezelfde boorkern gaan gebruiken, of wil ik die eigenlijk gaan gebruiken, om een aantal, wat ik toch belangrijke eventjaren vind in het leven van Valerie Trouet. Dus toen Valerie Trouet, of professor, dokter, ingenieur Valerie Trouet, nog gewoon Valerie Trouet was, heeft ze gestudeerd aan de UGent. Dus we delen eigenlijk dezelfde alma mater. Als ook aan onze faculteit, dus faculteit Biogeneeswetenschappen. Toen was dat nog de faculteit van de toegepaste biologische wetenschappen. En heeft ze daar haar diploma behaald van bioingenieur in 1999. En dan heeft ze eigenlijk een IWT-beurs behaald om een doctoraat te starten. En heeft ze dat ook in 2004 succesvol afgelegd, dat doctoraat, aan de KU Leuven. En via een hele reeks omzwervingen, onder andere aan Penn State University in de USA, maar ook heeft ze gewerkt aan het gerenommeerde instituut WSL in Zurich, is ze geland uiteindelijk, of all places, in Tucson, Arizona. En daar werkt ze nu. Nog steeds als full professor aan het LTRR, het Laboratory of Tree Ring Research. En waarom in Tucson, Arizona? En voor de mensen die het boek al gelezen hebben, omdat dat eigenlijk het kraambed is van de dendrochronologische discipline. En ik vermoed dat opnieuw Valerie daar zeker nog een woordje meer zal over vertellen. Dus ze zit eigenlijk aan de basis van de dendrochronologie als discipline. En ik wil daarbij toch nog, wat ik toch ook beschouw als zeer belangrijk eventjaar en zelfs een point of year in het leven van Valerie Trouet. En dat is natuurlijk het verschijnen van het boek. Ik heb zelfs hier een exemplaar bij mij, waarvoor we hier vanavond trouwens zijn, hey, Tree Story, of wat bomen ons vertellen. En ik denk dat het niet, ja, 2020 zal ons omwille van vele redenen, denk ik, nog lang bijblijven. Maar ook de impact die het boek heeft nagelaten, onder andere nog altijd deze lezing en de vele media-aandacht die het boek heeft gekregen, duiden toch op, en ik zal daar later, maar niet veel later, want ik wil het ook niet te lang trekken, daar zal ik het later nog even over hebben. Nu, wat de organisatoren, Isaac en Bert, die mij gecontacteerd hebben, waarschijnlijk niet weten, is los van het feit dat ik natuurlijk wetenschappelijk ergens wel geplaatst ben om een introductie te verzorgen rond Valerie, is dat ik ook zelf het genoegen heb gehad doorheen mijn wetenschappelijke carrière een aantal, ik zal ze noemen, close encounters heb gehad met Valerie, die voor mij eigenlijk eventjaren geweest zijn. En laat ik beginnen met de eerste, en dat was in 2001. Nu, om alle verwarring te vermijden, ik heb trouwens gekregen van een goede gemeenschappelijke vriend, Christophe, de bovenste foto, dat is Valerie, en de onderste foto, dat ben ik. En in 2001 heb ik ook een IWT-beursaanvraag ingediend. En ik denk dat het een aantal weken of maanden was voordat ik zelf het selectieinterview, dus dat bestaat uit het indienen van het dossier, en dan heb je nog de fase waarin je voor een jury verschijnt, ontmoette ik Valerie bij gemeenschappelijke kennis. Ik ga daar verder niet te veel over vertellen, maar ze heeft mij toen advies gegeven over het selectieinterview en hoe ik dat moest aanpassen. En dat is mij altijd bijgebleven.
En toen is mij al duidelijk geworden dat ze eigenlijk bijna spelenderwijs in de wetenschap is beland en dat ze daar zich eigenlijk als een vis in het water voelt. En iets recenter, wat ik ook beschouw als een zeer belangrijk eventjaar, dat is een paar jaar terug, onder andere naar aanleiding van het verblijf eigenlijk van een collega van mij, dokter-ingenieur Tom de Mil, die een jaar lang verbleven heeft bij Valérie. En onder haar vleugels onderzoek heeft gedaan. En dat is eigenlijk de basis geweest voor een onderzoeksvoorstel dat we samen hebben geschreven bij het FVO, dat vorig jaar is gehonoreerd en dat ons dus in staat stelt om de komende jaren iets intenser samen te werken rond de enigmatische bristlecone pines, die misschien ook aan bod komen in de lezing van deze avond. Trouwens, terzijde voor de aandachtige kijker, als jullie kijken naar de coiffure die we beide hadden in 2001, de coiffure die we nu hebben meer recent, dan lijkt het wel alsof wij in 2001 geïnspireerd geweest zijn door onze beide coiffure, een soort van, ja, je kent al wel die celebrity face swaps, wel, er is bijna een hair swap die heeft plaatsgevonden. Nu, genoeg gekheid, even serieus nu. Uiteraard behoort Valérie tot dat kransje topwetenschappers op klimatologisch vlak. Uiteraard behoort ze tot de crème de la crème van de dendrochronologen en de dendroclimatologen. Maar persoonlijk denk ik dat wat daarboven, los van haar wetenschappelijke merites uiteraard, maar wat daarboven onderscheidt van vele van haar collega's, is communicatie. Dit boek is uiteraard een voorbeeld par excellence van die communicatie, maar ze neemt de moeite en ze doet inspanningen om de discipline van de dendroclimatologie naar een breder publiek te brengen. En om niet alleen die discipline naar een breder publiek te brengen, maar om daarbij ook belangrijke thema's aan te kaarten. En ik ben er zeker van, iets wat haar passioneert, bezighoudt, wat ons allemaal zou moeten passioneren, en ik denk dat velen van jullie die grafiek al gezien hebben, dat is de global warming. De stijging van de temperatuur en zeker sinds de jaren 70 die ongelooflijke stijging van de temperatuur die we gekend hebben. En met die bril op van de jaringanalyse en die kijk op het verleden maakt ze die vertaalslag vanuit die grote verhalen en de bewustwording, de continue bewustwording die Valérie en het debat dat ze daaromtrent voert, dat onderscheidt haar echt wel van andere van haar collega's. En dan een tweede aspect dat ik nog wil aanbrengen. En Valérie, vergeef mij, want ik vermoed dat je het zelf niet zal aanbrengen. Maar ik weet dat je daarvan een heel sterke voorvechter bent. En ik wil het toch aankaarten. En dat is dat ze ook het debat voert als het gaat over de impliciete, hopelijk niet te veel expliciete, maar zeker de impliciete bias die er nog steeds bestaat. Als het gaat over het behalen van jobs in de academische wereld van vrouwen en de impliciete bias die zij nog steeds ondervinden. En ik weet dat dat Valérie ook zeer na aan het hart ligt. En het is in die communicatie dat Valérie zich onderscheidt van vele van haar andere wetenschappers. En organisatoren van BOSPLUS, maak u geen zorgen, dit is reeds de laatste slide van dit korte voorprogramma van de digitale act van Valérie Trouet die ze daar van start kan gaan. Ik wens jullie een heel fijne avond, een heel interessante avond ook. En without much further ado, zou ik zeggen, Valérie, the floor is yours. Dank u wel. Ja, heel erg bedankt Jan voor een prachtige introductie. Heel blij dat we jou gevraagd hebben hiervoor. En inderdaad, ik kan het niet beter zeggen dan Jan. Valérie, nu sta je. Jouw microfoon staat nog af, Valérie. Ja, dat komt omdat ik een beetje overweldigd ben door Jans inleiding. Dank je wel. Ik ben een beetje aan het blozen. Ik ga het zeker ook over onze samenwerking hebben. Jullie kunnen mij horen, toch? Ja. Dan zou ik graag starten met mijn presentatie. Bert, kan jij daar... jullie kunnen ze zien? Oké. Okay.
Vooreerst dank u wel iedereen om hier virtueel aanwezig te zijn. It's been a wild ride. Zoals Jan vertelde, mijn boek is ongeveer een jaar geleden nu uitgekomen. Eerst hier in de Verenigde Staten, niet veel later in België en Nederland. Op ongeveer hetzelfde moment dat er een pandemie is uitgebroken. Dus het is een hele ervaring om tijdens een pandemie een boek te publiceren. Maar gelukkig zijn er mogelijkheden zoals deze, georganiseerd door BOSPLUS, om toch te kunnen praten over mijn discipline en mijn boek. Dus dank u wel voor iedereen om aanwezig te zijn. Dank u wel ook zeker voor BOSPLUS, voor Isaac en Bert en Jan. Om dit te organiseren en voor in te leiden. Ik zal het vandaag hebben over wat we kunnen leren uit de jaarringen van bomen. En ik zal het specifiek hebben over het verleden of de geschiedenis van bossen, mensen en van het klimaat. Zoals Jan vertelde, ik ben dendrochronologe. Mijn specialiteit is dendroclimatologie, dus het gebruik van de ringen in bomen om het klimaat van het verleden te bestuderen. Maar zoals de titel al zegt, kunnen we ook andere aspecten van onze geschiedenis bekijken. Eerst een korte inleiding over dendrochronologie zelf. Dus dendrochronologie, het woord komt van twee Griekse woorden, dendron, het Grieks voor boom, en chronos, het Grieks voor tijd. Dus wat wij doen is het verleden bestuderen aan de hand van jaarringen. Heel belangrijk, voor ik verder ga, belangrijk om te weten voor iedereen, voor jullie je zorgen maken, is dat we onze studie kunnen doen zonder bomen om te hakken. Anders zou het al snel gedaan zijn met de dendrochronologie. Als we alleen bomen konden bestuderen door ze om te hakken, zouden we redelijk beperkt zijn in onze mogelijkheden. Maar ons meest gebruikte instrument in het veld is een holleboor, een Presslerboor, die we, zoals je hier ziet, handmatig in een boom kunnen inboren. En omdat die boor hol is, kunnen we dan een boorspaan. Dat houten stukje dat je daar ziet, is ongeveer de grootte van een potlood, uit de boom uithalen. Dat deert de boom eigenlijk amper tot niets. Je moet onthouden dat het meeste hout, of eigenlijk alle hout van een boom, is sowieso dood materiaal. Het enige levende deel van de stam van een boom is de cambiumlaag. Dat is een heel dunne laag tussen de bast en het hout van de boom. En van die cambiumlaag nemen we dus eigenlijk maar een heel klein stukje. Dat is een beetje zoals bloed trekken bij een mens. Die boorspanen, daar kan je in veel gevallen de ringen al een beetje op zien. Maar die nemen we dus van het veld mee terug naar het labo. Daar schuren we die dan mooi op en dan worden de ringen echt mooi zichtbaar. Zoals je hier ziet, een aantal boorspanen in het labo. De volgende stap is dan eigenlijk de belangrijkste stap binnen de dendrochronologie, het key process. En dat is de kruisdatering, of cross-dating. Dat kan je visueel doen. Dit is een van mijn favoriete voorbeelden van visuele kruisdatering, omdat het zo in your face is, zo duidelijk is. Dit zijn drie stukken van hout, dus niet van levende bomen in dit geval, maar van drie verschillende gebouwen in Engeland. Verschillende gebouwen, verschillende regio's die op verschillende momenten in de tijd gebouwd zijn. Maar die drie balken tonen aan dat de drie bomen waarvan deze gebouwen gebouwd zijn, op hetzelfde moment groeiden. Dus je ziet hier heel duidelijk die opeenvolging van drie heel brede ringen. Ik weet niet of jullie ook mijn muis kunnen zien. Die drie brede ringen die terugkomen in elk van die drie balken. En dat is alleen mogelijk als de bomen waarvan die balken onttrokken zijn, op hetzelfde moment
gegooid hebben. En dat is dus eigenlijk het basisprincipe van de dendrochronologie, dat wij de patronen van brede en smalle ringen in bomen, maar ook in hout, in alles wat van hout gemaakt is, dat we die patronen aan elkaar linken, matchen, dat wij kijken hoe dat die patronen overeenkomen in de tijd. De volgende stap is dan eentje, die kruisdatering kan je visueel doen, zoals ik net toonde. Maar een belangrijke stap is ook het opmeten van die jaarringbreedtes. Dus dan niet alleen visueel doen, maar ook de verschillende jaarringbreedtes opmeten, zodanig dat je tijdsreeksen van jaarringen krijgt. Hier is mijn voormalige masterstudent Zakia Hassan Kamisi aan het werk op een stamschijf uit Tanzania. En je ziet, we zetten zo'n schijf op een meettafel die dan gelinkt is aan een computer. En dus die metingen die gebeuren heel precies via de bewegingen van een muis. En dan met die tijdsreeksen, zoals je op het computerscherm ziet, daar kunnen we dan mee aan de slag, specifiek wanneer we het klimaat reconstrueren. En daar zal ik later iets over vertellen. Dus het belangrijk proces van kruisdatering. Hier zie je een stamschijf met dan eigenlijk de idee van als je zo'n staal neemt, een boorspaan neemt uit zo'n stam, dan neem je een stukje zoals de witte rechthoek die je daar ziet. Dat kan je doen in levende bomen, waarvan je weet welk jaar de meest recente ring is. Hè. Dat is het jaar waarin je die boom, het jaar waarin je dat staal genomen hebt. En dan meet je de jaarringbreedtes en kom je, daardoor krijg je een patroon, een opeenvolging van smalle en brede ringen. En dan kan je het patroon dat je vindt in bomen waarvan je niet, misschien van dode bomen of van archeologisch hout waarvan je de einddatum niet kent, door het patroon te matchen met die van de levende bomen, kan je dus hout van ongekende leeftijd ook dateren. En dat is het idee achter kruisdatering. Door dat te doen, hebben we tot nu toe de langste ononderbroken jaarringchronologie van meer dan 12.000 jaar. Dus dat betekent dat wij voor elk jaar, voor de voorbije 12.650 jaar, dat we voor elk jaar een ring hebben en dat we de breedte van die ring kennen. Dus dat zijn meer dan 12.650 ringen. Dat is natuurlijk niet alleen gebaseerd op levende bomen, maar ook op dode bomen, op historisch hout, hout van historische gebouwen en op archeologisch hout. En dan het oudste stuk is gebaseerd op subfossiel hout. Dat wil zeggen, dat is niet fossiel hout, maar dat is hout dat in het onderweg is om fossiel te worden. Dus hout dat bijvoorbeeld van bomen die 10.000 jaar geleden in rivieren gevallen zijn of in meren gevallen zijn. En omdat die onder het water, omdat dat hout onder water is en er geen zuurstof aan kan komen, blijft dat hout ook die volledige periode bewaard. En dus die langste ononderbroken jaarringchronologie, die is gebaseerd op eiken- en dennenhout van Duitsland. En dus het oudste onderdeel van die chronologie is gebaseerd op dennenhout dat gevonden is in riviersedimenten van de grote rivieren van de Main en van de Rijn in Duitsland. Dat wil niet zeggen dat de oudste boom ook 12.650 jaar oud is. De oudste levende boom is de Brusselcone pine waar Jan het al over had. Die is meer dan 5000 jaar oud, dus die is in 2012 gevonden. Dat was toen 5062 jaar oud. Dus niet de enige, dus Brusselcone pines die groeien op de grens in het westen van de Verenigde Staten, op de grens tussen Californië en Nevada. Die oudste boom is meer dan 5000 jaar oud. Er zijn heel veel Brusselcone pines die meer dan 4000 jaar oud zijn. Dus door levende Brusselcone pines, zoals je hier op de achtergrond ziet, te combineren ook met
De boom op de voorgrond is een dode Brussel Compine. Door het hout van levende en dode bomen te combineren, is die Brussel Compine chronologie ook meer dan 8000 jaar lang. Zelfs als de oudste boom maar 5000 jaar oud is. Ik kom nog terug op die Brussel Compines later. Maar voor nu, dus zoals ik zei, die Brussel Compines rond de 5000 jaar oud groeien in het westen van de Verenigde Staten. In Europa hebben we niet zo'n oude bomen. Voor een aantal redenen. Ten eerste, daar komt genetica aan te pas. Dus de boomsoorten, endemische boomsoorten hier in Europa worden typisch niet zo oud als bijvoorbeeld de Brussel Compines. Ten tweede natuurlijk ontbossing. Hè. Europa is al heel lang heel dens bevolkt, heel dicht bevolkt. En de Romeinen hebben heel grote stukken van Europa ontbost al meer dan 2000 jaar geleden. Dus het is moeilijk om bomen te vinden die oud zijn. We hebben ons best gedaan. Ik wil hier graag een paar slides tonen over Mount Smolikas in het binnenland van Griekenland. Een van mijn absolute favoriete veldwerkervaringen. Ik denk dat voor de meeste dendrochronologen het veldwerk toch een van de favoriete onderdelen is. Ik praat ook meer over veldwerk in mijn boek, dus ga ook zeker daar ten rade. Maar dus Mount Smolikas in het binnenland van Griekenland heeft daar eigenlijk alles om echt aangenaam veldwerk waar te maken. Heel prachtige landschappen, mooi weer, hoge ligging, dus geen muggen, heel vriendelijke mensen, heel lekker eten. Ja, alles waarvoor een mens graag veldwerk doet, komt eigenlijk samen in Griekenland. We zijn er in 2015 naartoe gegaan met een team. Hier zie je waarover ik het heb, over die prachtige landschappen. Dus als dendrochronoloog, als je op zoek gaat naar oude bomen, dan is dat dikwijls aan de boomgrens in redelijk onherbergzame gebieden waar mensen dus niet, waar het moeilijker is om aan ontbossing te doen, of de bomen die het laatst aan ontbossing toekomen. Dus een typische veldwerkdag als dendrochronoloog start met een 2 à 3 uur de berg op hiken naar de hoogstgelegen bomen, en dus ook dikwijls de oudste bomen. Daar word je dan met prachtige vergezichten onthaald. En daar in Griekenland is ook heel oude bomen. Zoals je een voorbeeld ziet links en rechts. Met een beetje ervaring kan je ook oude bomen herkennen. Aan bijvoorbeeld, zoals je rechts ziet, die boom en de top van die boom is ondertussen afgestorven. Dat is typisch een teken dat een boom al oud is. We hebben daar veel geluk gehad. In Mount Smolikas zijn wij de oudste dendrochronologisch gedateerde boom van Europa tegengekomen. Dat was in 2015 en toen was die 1075 jaar oud. Dat was een Bosnische pijnboom en een endemische boom in de Balkan. En dus dat is die tijdsreeks van, we hebben die boom Adonis genoemd, de oudste levende dendrochronologisch gedateerde boom van Europa. En dus dit soort tijdsreeksen zal je meer zien in deze presentatie, daarom dat ik het hier ook even toon. Dit is gewoon puur de jaringbreedte per jaar, dus op de verticale as is millimeter, is de jaringbreedte. Op de horizontale as is tijd. En dat zal altijd al dit soort wiegelende lijnen die je zal zien in deze presentatie, daar zal altijd tijd op de horizontale as zijn en het heden zal altijd recht zijn. Natuurlijk hoeveel tijd we kunnen beslaan met onze reconstructies varieert en ook wat we juist reconstrueren, dus wat op de y-axis of de verticale as staat zal ook variëren, maar dus de horizontale as is altijd tijd en het heden zal altijd recht zijn. Oké, dus dat was een korte inleiding tot het vakgebied van de dendrochronologie. Ik wil het nu graag hebben over de belangrijkste toepassingen. En heel kort
Of in drie belangrijke categorieën zijn. Eén, het bestuderen van de menselijke geschiedenis. Twee, het bestuderen van de klimaatgeschiedenis. En dan drie, het bestuderen van de geschiedenis van bossen. En ik weet dat dit een presentatie is voor Bos Plus. Maar ik ga het eigenlijk het minst hebben over de geschiedenis van bossen. Ik ga er een beetje van uit dat mensen hier al heel veel weten en heel veel horen over bossen. Dus ik ga het daar minder over hebben. Wat ik zo interessant vind aan dendrochronologie, is dat je met die ene techniek zo'n uiteenlopende vakgebieden, dus menselijke geschiedenis, klimaatgeschiedenis, bosgeschiedenis, kan bestuderen. En omdat je dezelfde techniek gebruikt, dat je ook de verbanden tussen die drie kan bestuderen. En daar zal ik het ook over hebben. Eerste belangrijke toepassing van dendrochronologie, ik heb het er al een beetje al over gehad, is het bestuderen van de menselijke geschiedenis. Dus door dendrochronologie, we zijn niet alleen beperkt tot het bestuderen van levende bomen of dode bomen, we kunnen ook heel veel materiaal dat uit hout gemaakt is, dateren. En dus omdat, vooral in Europa, omdat wij zo'n lange geschiedenis van houtgebruik hebben, kunnen we heel veel materiaal dateren en kan de chronologie ons helpen om onze menselijke geschiedenis beter te verstaan. Dit is een van mijn favoriete voorbeelden. Rechts zie je de realiteit, links is een weergave van hoe wij denken dat de realiteit was. Maar dat is de Sweet Track in de Somerset Levels in het Verenigd Koninkrijk. Dat is een Neolithicus, dus van de nieuwe steentijd. Een weg die eigenlijk uit eikenhout gelegd was. Een wandelpad eerder dan een weg. Dus ongeveer een 1,5 kilometer lang. Tussen twee nederzettingen, dus twee Neolithische nederzettingen. Die was gebouwd uit allerlei korte stukken eikenhout, zoals je rechts ziet. Dat was eigenlijk een wandelpad om door de Somerset Levels, dat zijn eigenlijk een veengebied, een moerassig gebied, om daar te kunnen reizen tussen twee nederzettingen in dat moerassig gebied. Omdat dat een moerassig gebied is, is die sweet track, zoals we die noemen, door de tijd in het moeras bedolven geworden en zo opnieuw onder omstandigheden zonder zuurstof bewaard gebleven. En dus door de technologie hebben we als gemeenschap de sweet track tot op het jaar exact kunnen dateren. En dat is dus die sweet track is gelegd in de winter tussen 3807 en 3806 BCE. Dus BCE betekent before the common era, dus voor Christus. Dus die is bijna 6000 jaar oud. Als je daarover denkt en als je naar die afbeelding links kijkt, de nieuwe steentijd, we weten daar ontzettend weinig over. We weten niet hoeveel mensen er toen in Europa leefden. We weten niet welke taal die spraken of die zelfs een taal spraken. Dat is ook de tijd van Stonehenge. We hebben geen flauw idee waarom dat team, wat voor religie die hadden, waarom dat die met zulke megalieten bezig waren. Maar we weten tot op het jaar en zelfs tot op het seizoen exact wanneer die weg gelegd is. Dus er is zo'n discrepancy. Het geeft zo'n exacte informatie, dendrochronologie, terwijl we over zoveel andere aspecten nog weinig weten. Als je naar de meer moderne tijd kijkt, komen er natuurlijk meer en meer houten artefacten aan te pas. En dendrochronologie heeft ook een heel belangrijke toepassing in de kunstgeschiedenis. En vooral in België en Nederland, de Lage Landen, is er eigenlijk heel veel van onze geschiedenis en kunst en cultuur is op hout gebaseerd. En we hebben dus ook een heel rijke houtgeschiedenis. Dit is een voorbeeld van een triptiek van Rogier van der Weijden uit de 15e eeuw. En daar bestaan twee kopieën van die triptiek. Dus die is op hout geschilderd, op eikenhout geschilderd. Eén kopie is in de Gemäldegalerie in Berlijn.
En een andere kopie is gedeeltelijk in Granada in Spanje en gedeeltelijk in het Metropolitan Museum in New York. En tot in de jaren 80 werd eigenlijk altijd aangenomen dat de kopie in Granada en New York het origineel was. En dat die in Berlijn eigenlijk een latere kopie was, dus niet van Rogier van der Weijden zelf. In 1982 is dan een dendrocholoog aan de slag gegaan met beide kopieën. En daar door de dendrochronologie bleek dan dat die kopie in Berlijn, dat het hout waarvan de Berlijnse triptiek, waarop dat die geschilderd was, dat de boom in 1406 geveld was. Dus voor de dood van Rogier van der Weijden die in 1464 gestorven is. Terwijl de kopie in New York, in Granada, daar is de laatste ring in de boom van die triptiek is gedateerd naar 1492. Dus eigenlijk al 30 jaar na de dood van Rogier van der Weijden. Dus als die boom nog groeide op het moment dat Rogier van der Weijden zelf gestorven is, dan is er geen mogelijkheid dat schilderij door Rogier van der Weijden geschilderd is. En dus dat is een eenduidig bewijs dat het omgekeerd is. Dat de Berlijnse kopie de echte Rogier van der Weijden is en dat de New York Granada kopie een kopie is. Ook een kopie van in het einde van de 15e eeuw, dus ook nog een heel waardevol schilderij, maar geen Rogier van der Weijden. Eén stap verder. Wanneer het op onze menselijke geschiedenis aankomt, is dat we niet alleen hout kunnen dateren, maar omdat we ondertussen al zo lang aan dendrochronologie doen, hebben we ook een netwerk aan jaringchronologieën. Hier zie je het netwerk in het zuiden van de, ik ging zeggen de Verenigde Staten, maar van het Verenigd Koninkrijk. En dus kan je door je het patroon dat je ziet, in dit geval bijvoorbeeld hout uit een scheepswrak. Je vindt een scheepswrak in de Noordzee. Je kan het hout, daarvan opnieuw hout is onder het water bewaard gebleven. Je kan dat hout onderzoeken, je kan het dateren door dendrochronologie. Maar daarom weet je nog niet waar dat scheepswrak vandaan komt. En dus door jaringpatronen te matchen aan een netwerk aan chronologieën, kan je niet alleen de juiste datum van wanneer dat hout, wanneer die boom gestorven is of gekapt is, maar kan je ook zeggen waar dat hout vandaan komt. Hier zie je bijvoorbeeld links een kaart dat toont hoe groter de groene bol, hoe sterker het statistische verband tussen het hout van het scheepswrak en de jaringchronologie voor die regio. En daar zie je dat bijvoorbeeld dus het statistisch verband veel sterker is in het oosten van het Verenigd Koninkrijk dan in het zuiden of het zuidwesten. Dus waarschijnlijk kwam het hout van dat scheepswrak uit het oosten van het Verenigd Koninkrijk. Een laatste toepassing waar ik het over wil hebben is dat zoals ik al zei, in de Lage Landen hebben we een lange, lange geschiedenis aan houtgebruik die ons veel vertelt over onze menselijke geschiedenis ook. En hier, de grafiek die je hier ziet, is nu niet jaringbreedte, maar het aantal aan houten artefacten die we hebben kunnen dateren. Voor elke 10 jaar over de voorbije 2500 jaar. Dus werk in samenwerking met mijn collega Willy Tegel in Duitsland. Meer dan 8000 artefacten heeft hij gedateerd. Die van het begin van de Romeinse tijd tot het einde van de 19e eeuw. En daarin zie je dus schommelingen in hoeveel er gebouwd werd eigenlijk, hoeveel hout er gebruikt werd in de bouw, in niet alleen in de Lage Landen, in Centraal-Europa in dit geval, en hoe dat schommelt. Dus je ziet bijvoorbeeld dat er in de Romeinse tijd veel bouwactiviteit was, veel hout gebruikt wordt, dat nu ook teruggevonden was.
na de Romeinse tijd, als het Romeinse Rijk, het West-Romeinse Rijk uiteenviel, de volkerenwandering, ja, is er veel minder archeologisch hout te vinden, omdat er ook minder bouwactiviteit is. Die komt dan terug, valt terug af enzovoort. Maar hetgeen waarop ik jullie aandacht wil vestigen, is deze dip hier in het midden van de 14e eeuw, waarin je een periode, een decennium hebt met een heel duidelijke dip in de hoeveelheid archeologisch hout die gevonden is, relatief tegenover de decennia voor en erna. En dat stemt overeen met de pest, met de zwarte dood, die in dat decennium door gans Europa woedde. Dus eigenlijk is dat een beetje een voorloper of een gelijkaardig aan wat wij nu ervaren hebben met de COVID-pandemie. Tegenwoordig gebruiken wij veel minder hout. Maar bijvoorbeeld zie je dat onze CO2-productie in de atmosfeer drastisch naar beneden gegaan is in 2020, omdat we minder gereisd hebben. En dus een gelijkaardige dip in dit geval in hout kan je zien in onze geschiedenis aan dendrochronologisch materiaal. Het tweede aspect waar ik het over wil hebben, is de klimaatsgeschiedenis. Dat is mijn vakgebied specifiek. En Jan had het al over de opwarming van de aarde. En een van de belangrijkste studies dus in het gebruik van jaringen om het klimaat van het verleden te bestuderen, is deze, de hockey stick wordt die genoemd. In het Engels zeggen we een seminal paper, een ontzettend belangrijke paper die in 1999 gepubliceerd is door drie collega's, die eigenlijk voor het eerst jaringen gebruikt heeft om de temperatuur in de noordelijke hemisfeer, de jaarlijkse temperatuur, over de voorbije 1000 jaar te reconstrueren. Dus die paper is in 1999 gepubliceerd. De laatste jaring op dat moment, dus het laatste jaar van een reconstructie, was 1998. En die grafiek wordt de hockey stick genoemd. Dus opnieuw, horizontale as is tijd. Hè, 1000 jaar geleden links, het heden rechts. De verticale as is temperatuur. Met warmere temperaturen boven de 0 graden en koudere temperaturen eronder. En dus zie je, die grafiek wordt de hockey stick genoemd, omdat die eigenlijk toont de temperatuur over de voorbije 1000 jaar heel langzaam aan het afkoelen is geweest, tot rond 1850 aan 1900. En dan krijg je ineens die steile stijging in de temperatuur, die toegewezen kan worden aan antropogene klimaatverandering, dus de verbranding van fossiele brandstof. Dat heeft toen ontzettend veel kritiek gekregen. Ik moet ook zeggen een paar dingen toevoegen. Ten eerste, dus in 1998 was toen het warmste jaar over 5000 jaar. Dat is ondertussen al meer dan 20 jaar geleden. En we hebben 1998 is al lang niet meer het warmste jaar. We hebben al 9 à 10 nog warmere jaren ondertussen, hè, omdat die temperatuur maar blijft opwarmen. Dat is één punt. Een tweede is aan die langzame afkoeling over de voorbije 1000 jaar. We zijn 20 jaar verder. We hebben onze technieken ook als dendrochronologen verbeterd. Daar is wat meer variatie in gekomen. Maar dat neemt niet weg dat de voorbije 20 jaar nog altijd zeker de warmste 20 jaar zijn. Als ik zeg dat daar kritiek op is gekomen, dan bedoel ik van klimaatontkenners. Ik praat er ook over in mijn boek. Ik wijd er een hoofdstuk aan in mijn boek, dus ik kan ook daar, als je er meer over wilt lezen, dan krijg je meer informatie in mijn boek. Wat belangrijk is bij dendroclimatologie, is dat we dus enerzijds temperaturen kunnen reconstrueren, zoals ze hier doen in de hockey stick. Daarvoor gebruiken we bomen uit koude gebieden. Dus bomen uit ofwel hooggelegen gebieden, zoals de Alpen,
ofwel gebieden op hoge breedtegraden, zoals Siberië of Scandinavië of Canada. In zulke koude gebieden is het de temperatuur die bepaalt of dat een boom een brede of een smalle jaring vormt in een bepaald jaar. Dus het zijn eigenlijk meestal, als je denkt aan de Alpen of Scandinavië, zijn je eigenlijk meestal nat genoeg voor bomen om te groeien. Maar het is niet altijd warm genoeg in de zomer. Dus als een boom, als het een heel koud jaar is, dan gaat die boom niet gelukkig zijn. Dan gaat hij maar weinig energie hebben om te groeien en gaat hij dus een smalle ring vormen. Omgekeerd, als we droogte willen reconstrueren, dan moeten we niet naar Scandinavië of de Alpen gaan. Dan ga je naar droge gebieden, waar het de warmte, niet de warmte is die bepaalt hoeveel een boom groeit, maar hoeveel water dat een boom heeft. Zoals bijvoorbeeld hier in het zuidwesten van de Verenigde Staten of in de Europese Middellandse Zeegebied. Daar is het eigenlijk in de zomer altijd wel warm genoeg voor een boom om te groeien, maar ze hebben niet altijd genoeg water om veel te groeien. Dus daar gaan bomen een smalle ring vormen in een droog jaar en een brede ring vormen in een nat jaar. Dus één voorbeeld is een studie die wij een paar jaar geleden gedaan hebben, waar we bomen van de Central Valley in Californië, dus deze hier rechts is de kaart van Californië, we hebben daar een jaringchronologie samengesteld van de Blue Oaks. Ik denk niet dat daar een Nederlandstalige vertaling voor is. Maar ja, blauwe eiken. Een endemische soort. Wordt 500 tot 1000 jaar oud. Maar dat zijn van de meest droogtegevoelige bomen waar ik ooit mee gewerkt heb. Dus die zijn enorm, enorm droogtegevoelig. Er is geen droog jaar in Californië dat niet resulteert in een smalle ring in die blauwe eiken en omgekeerd. En wat wij gedaan hebben, is die blauwe eiken chronologie gebruikt om de hoeveelheid sneeuwval in Californië, in de Sierra Nevada in Californië, dus de mountain range, de berg, het gebergte in het oosten van Californië te reconstrueren. Voor zij die al in Californië geweest zijn, die weten dat Californië een mediterraan klimaat heeft, zoals het Middellandse Zeegebied. Wat betekent dat er in de zomer eigenlijk bijna geen regen valt, maar in de winter wel veel neerslag valt. En in de Sierra Nevada valt die neerslag als sneeuw, want het is een hooggelegen gebied. En die sneeuwval vormt eigenlijk een natuurlijk opslagsysteem voor het water. Omdat sneeuw wordt opgeslagen in de winter en die smelt dan in de lente, zodanig dat er in de zomer, wanneer er geen neerslag valt, dat er toch water is van die sneeuwmelt van de winter. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel van het watersysteem in Californië. Californië is natuurlijk ook een van de meest dichtstbevolkte, niet dichtstbevolkte, maar het heeft een heel grote bevolking. Een heel belangrijke staat ook voor de economie van de Verenigde Staten. Dus hoeveel water dat er is in de Sierra Nevada, hoeveel sneeuw er is in de Sierra Nevada, heeft belangrijke economische en ecologische gevolgen ook. En we hebben dus die blauwe eiken gebruikt om de sneeuwval in de Sierra Nevada te reconstrueren over de voorbije 500 jaar. Die paper is in 2015 gepubliceerd en dat was eigenlijk midden in Californië, zat toen in een heel diepe droogte, van 2012 tot 2016. Ze zijn er nog altijd niet helemaal uit, dit jaar is opnieuw een heel droog jaar. Maar dus daaruit bleek dat 2015 het droogste, het minste sneeuwval was over de voorbije 500 jaar. Wat dus echt problematisch is voor Californië, heeft ook belangrijke gevolgen voor de economie en de ecologie in die staat. En dit is eigenlijk zo'n beetje, we hadden het er juist over de hockeystick qua temperatuur, dit is een beetje een droogte hockeystick voor Californië dan. Hè. Dus je ziet eigenlijk een redelijk vlakke lijn, maar dan op het einde een diepe droogte. Collega's van mij, Neil Peterson en Amy Hassel, hebben eigenlijk een gelijkaardige droogtereconstructie samengesteld. Gebaseerd op bomen van Mongolië. Dus ondertussen, daarboven zie je een van de oude bomen die ze gebruikt hebben.
Van het binnenland van Mongolië, dat was in een lavaveld, waar er dus ook heel weinig water aanwezig is voor die bomen om te groeien, dus heel droogtegevoelige bomen. Ze hebben levende bomen gebruikt en dan de foto eronder zie je Amy aan de slag met een kettingzaag om dus ook opnieuw doodhout te bemonsteren. Ze hebben de combinatie aan oude levende bomen en dode bomen heeft een reconstructie van een droogte in Mongolië over ongeveer 1100 jaar. Dus dat zie je in de bovenste grafiek. Het heden rechts, het verleden links. En dan de verticale as. In dit geval is droogte en natte periodes. Dus natte, boven de nullijn is natter, onder de nullijn is droger. En dan hebben ze ingezoomd op twee specifieke periodes. Dus zoals wij vonden zij dat de meest recente periode, dus de periode na het jaar 2000, eigenlijk de droogste periode was over de voorbije meer dan 1000 jaar. Heel gelijkaardig aan wat wij vonden in de Sierra Nevada. Maar ze hebben ook ingezoomd op een andere periode. En dat is het begin van de 13e eeuw. Je herinnert je dat we het hier over Mongolië hebben. En dus dat is, zoals Amy het beschrijft, ja, als je in Mongolië werkt en je hebt zo'n oude bomen, dan is de eerste eeuw waar je naar kijkt, is die van Genghis Khan. He, dus dit is het gebied waar Genghis Khan zijn rijk heeft opgericht. En dus blijkt dat de periode waarin dat Genghis Khan aan de macht is gekomen en is, de mogelijkheid heeft gehad om zijn rijk zo uit te breiden over gans Eurasië, is eigenlijk de natste periode van de voorbije 1100 jaar. Dus dat is de middenste grafiek waarnaar ik nu verwijs. Dus die periode van 1211 tot 1227, de periode waarin Genghis Khan aan de macht was. Als je goed kijkt naar die blauwe periode, dan is er geen enkel van die jaren waar de grafiek onder de nullijn komt. Dus geen enkel jaar waarin het droger was dan gemiddeld. Elk van die jaren was eigenlijk natter dan gemiddeld. Wat in Mongolië, als je denkt aan Mongolië, dat zijn steppes, dat is een gras. Natte jaren resulteren in grasproductiviteit. En Genghis Khan natuurlijk, zijn rijk was gebaseerd op, of de macht die hij had, was gebaseerd op zijn paardenkracht, op zijn paarden, zijn leger aan paarden. En dus hoe meer gras er, hoe natter het was, hoe meer gras er was en hoe beter hij zijn paarden kon voeren. En hoe uitgebreider, hoe sterker zijn leger was eigenlijk. Dus dat is een eerste link tussen, om aan te tonen hoe wij klimaatgeschiedenis ook kunnen linken aan menselijke geschiedenis. De twee eerste aspecten waarover ik praatte, aan elkaar kunnen linken. Nog iets waar ik het over wil hebben is dan, ja, ik had het er net al over dat jaringnetwerk in het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen is dendrochronologie al ongeveer een eeuw oud. En dus hebben we ook een globaal netwerk aan jaringchronologieën. We zijn ook een redelijke sociale gemeenschap, dus wij maken veel van die chronologieën ook publiek bereikbaar. En dat laat toe, dus omdat we zo'n netwerk hebben, hè, dat is zoals je ziet op deze kaart nogal gefocust in de noordelijke hemisfeer en in de gematigde en boreale gebieden. Maar dat laat ons toe met klimaat niet alleen op een bepaalde plaats te reconstrueren, zoals in Mongolië of in het westen van de Verenigde Staten, maar om ook dynamische klimaatpatronen te reconstrueren door jaringchronologieën van verschillende regio's met elkaar te verbinden. Ik zal een voorbeeld geven, maar ik ga er een klein beetje snel over moeten gaan. Omdat ik eigenlijk al lang aan het praten ben, realiseer ik mij.
één belangrijke studie die wij hebben gedaan, of waar we eigenlijk nog heel actief mee bezig zijn, is de reconstructie van de straalstroom. En als ik daarover in de Verenigde Staten praat, dan moet ik altijd toch wel een paar minuten gebruiken om uit te leggen wat de straalstroom eigenlijk is. In België, dankzij Armand Pien, of tenminste mensen van mijn generatie die met Armand Pien zijn opgegroeid, die zijn eigenlijk in het algemeen redelijk bekend met de straalstroom, omdat Armand Pien het er eigenlijk altijd over had. De straalstroom zijn de winden die eigenlijk op heel hoge hoogte boven het aardoppervlak waaien, dus op een 10 kilometer boven het aardoppervlak. En die waaien in oostwaartse richting. De straalstroom is de reden wanneer je van de Verenigde Staten naar Europa vliegt, dat dat veel sneller gaat, want dan ga je met de straalstroom mee. Dan als je in omgekeerde richting moet vliegen, dan moet je er eigenlijk al bijna een uur bij plakken, omdat je dan tegen die straalstroom in moet. Twee dingen. De straalstroom aan de ene kant is heel belangrijk, zelfs als die op hoge hoogte waait. Is heel belangrijk omdat die voor een groot stuk het klimaat aan het aardoppervlak bepaalt. Je kan aan die straalstroom, heel simplistisch kan je die bekijken als de grens. Dus je ziet links die rode richting van de straalstroom. Je kan die bekijken als de grens tussen koude arctische lucht boven de straalstroom, boven de positie van de straalstroom, en dan de tropische lucht ten zuiden ervan. Dus de straalstroom vormt eigenlijk de grens tussen koude lucht en warme lucht. Nu, tegenwoordig is er iets aan de hand met de straalstroom, in dat die veel meer golven begint te maken. De voorbije jaren. Het is niet heel duidelijk waarom dat is, of dat ook gelinkt is aan antropogene klimaatsverandering. En er is ook onder klimatologen is daar een redelijk zwaar debat over of dat dan nu echt gaande is, hoe dat dan in de toekomst gaat evolueren enzovoort. Maar wat zo'n golven betekenen is dat wanneer die straalstroom meer golft, hè, minder een rechte lijn vormt, maar meer golven, een meer golvend karakter toont, dat betekent dat die koude arctische lucht op sommige plaatsen veel verder naar het zuiden komt, terwijl die tropische warme lucht verder naar het noorden komt. Dat meer golvend karakter betekent ook dat dat die straalstroom langzamer wordt. En dus dat die extreme, ofwel die warme extreme, ofwel die koude extreme, dat die langer duren. We hebben jaren gebruikt om die straalstroom te reconstrueren. En ik ga er redelijk snel over gaan, maar we hebben dat gedaan in Europa, door jaringen te gebruiken aan de ene kant van Schotland en aan de andere kant die jaringen waarover ik het had, van Mount Smolikas in Griekenland, dus aan de andere kant in de Balkan. De straalstroom heeft een belangrijk impact in Europa, op het zomersweer in Europa. En in België zijn we daar eigenlijk redelijk goed mee bekend. In een normale zomer bevindt de straalstroom zich ongeveer ten noorden van het Verenigd Koninkrijk, dat zie je links. En dan hebben wij in België en in het meeste van Europa redelijk warme, droge zomers. Nu in de zomer, wanneer de straalstroom veel verder zuidelijk komt dan normaal, zoals bijvoorbeeld in de zomer van 2012, komt die recht over België, typisch. En dan is dan de zomer, waar dat gewoon, en we zijn daar in België heel, heel bekend mee, niks aan regen. De hele zomer lang, zolang dat die straalstroom recht over België zit, krijgen wij niks aan regen en koude temperatuur. Het omgekeerde is dan het geval in de Balkan. Omdat die straalstroom zo, wat dat wij noemen een dipool, een tegengesteld effect heeft in de Balkan versus het noordwesten, versus de Lage Landen en het Verenigd Koninkrijk, kreeg dan die pool. En die dipool vind je ook in de jaringen terug. Dus jaringen van het noordwesten van Europa zijn eigenlijk anti-gecorreleerd met jaringen van het zuidoosten van Europa. En dus hebben wij aangetoond dat als je jaringen van die twee regio's gebruikt, als je die met elkaar combineert, en die zijn ook anti-gecorreleerd met elkaar, dat je dan tot de positie van de straalstroom kan komen.
Dan zie je hier het rood is die positie van de straalstroom gebaseerd op instrumentele gegevens. Hè. Opnieuw, horizontale as is de tijdsas. De verticale as in dit geval is de breedtegraad van de straalstroom, hè, noordelijker of zuidelijker. En de blauwe lijn is onze reconstructie gebaseerd op jaringen. En dus dan zie je dat die jaringen eigenlijk de jaar tot jaar, de verschillen in de breedtegraad van de straalstroom redelijk goed weergeven. En dus dat we dat kunnen gebruiken om die positie van de straalstroom te reconstrueren. Dit is dan de reconstructie waarbij 300 jaar. En wat zien we? Gemiddelde positie van de straalstroom niet veel veranderd over bij 300 jaar, maar wel meer extremen in die positie van de straalstroom. Dus een meer golvend karakter van de straalstroom, zoals we ook uit de instrumentele gegevens zien. Voor wie heeft opgelet, weet, ja, dus die reconstructie was voor de voorbije 300 jaar. We zijn nu actief aan het werk met die stalen van Smolikas, die chronologie die meer dan 1000 jaar lang is. En we in samenwerking met collega's van Schotland die iets minder geluk hebben. In Schotland is het heel moeilijk om zo'n oude bomen te vinden, of die bestaan er eigenlijk niet. Dus om 1000 jaar terug te gaan in de tijd, moeten mijn collega's in meren gaan duiken om daar oude koude Schotse meren duiken, om dan met een handzaag stukken van bomen daar te veroveren. Dus dit is een work in progress. We zijn nu aan het werken aan een meer dan 1000 jaar lange straalstroomreconstructie. En dat laat ons toe om opnieuw te kijken naar de link met de menselijke geschiedenis. Bijvoorbeeld het meest zuidelijke jaar van de voorbije 1000 jaar, 1782, geeft al die pool waarover ik het had aan. Enerzijds was dat in Schotland, dus in het noordwesten, een ontzettend koude zomer. Die resulteerde in, dat weten we van geschreven bronnen, in mislukte graanoogsten. En is ook een bekend jaar voor een hongersnood die dan later tot emigratie naar de Verenigde Staten geleid heeft. Diezelfde zomer, aan de andere kant van de dipool in Constantinopel, dat is het jaar van de grote brand in Constantinopel. Dus die droge omstandigheden in de Balkan en in Turkije hebben geleid tot een van de grootste catastrofale branden in de geschiedenis van Constantinopel. Ik wil hier toch één moment stilstaan en ik ga vragen aan Isaac of Bert om mij te stoppen als het tijd is, hè, want ik kan over jaringen blijven praten. Maar deze is een microscopische foto van een aantal jaringen. Hè? Dus je ziet hier drie volledige jaringen. Jan had het al over het lichte hout en het vroeghout en het donkere hout, het laathout, die samen één jaring vormen. En wat we doen, wat we gedaan hebben in de Balkan en in het Verenigd Koninkrijk, is als we, ik had het daar net over, dat als je temperaturen wilt reconstrueren, dat je naar koude gebieden moet. Terwijl als je droogte wilt reconstrueren, dat je naar droge gebieden moet. Nu in Griekenland, daar in de Balkan, hè, dat zijn heel hooggelegen bomen, dus het is er enerzijds wel koud, maar het is ook het Middellandse Zeegebied, dus het is er ook heel droog. Dus je krijgt eigenlijk in de jaren, krijg je eigenlijk niet echt een heel sterk, nog een temperatuursignaal, nog een droogtesignaal. Dus als je temperatuur wilt halen uit die jaringen van Griekenland, dan moet je een andere, wat dat wij noemen, een andere parameter dan de breedte van de ring meten. Dus wat wij meten daar is de dichtheid van het hout in elke ring. En die varieert van jaar tot jaar. En die is heel gevoelig aan de temperatuur. En dus als je kijkt naar deze, daarom toon ik deze microscopische foto van een jaring. Als je denkt aan de dichtheid van het hout, en we kijken dan specifiek naar de dichtheid van het laadhout. Wat je eigenlijk meet is dan hoe
dik de celwanden zijn van de individuele cellen in dat laadhout. Dus ik weet niet of dat jullie mijn muis kunnen zien, maar hier zie je zo'n laadhoutcel. Hè? Hoe dik of hoe dun, hoeveel lignine er is in die celwanden, dat is wat de dichtheid van het hout in een bepaalde in een bepaald jaar bepaalt. Dus enerzijds meten wij de jaring tot op de celwanddichtheid, tot op celniveau. En dan linken wij die metingen linken wij dan aan klimaatprocessen die gebeuren 10 kilometer boven het aardoppervlak. Dus we linken echt processen van op het allerkleinste microscopische niveau naar processen die op hemisferische schaal gebeuren. En dat vind ik echt heel exciting als wetenschapper. Ja, ik wil ook daar misschien eindigen met te verwijzen naar onze samenwerking met Jan, waar Jan het ook al over had, want dat is dan eigenlijk het meten van die densiteit is heel arbeidsintensief. En Jan en zijn Woodlab hebben nu een X-ray CT-scanner die toelaat om hoe lang het duurt om die densiteitsmetingen te doen, heel erg in tijd te beperken. Dus je stopt je stalen daarin en je krijgt de densiteit, komt eruit. He Jan, zo werkt dat dan. En dus zoals Jan zei, hebben wij nu een project samen, en ik ben er heel enthousiast over, om de densiteit voor het eerst, densiteit in die lange Bristol Cone Pines chronologie te meten. En dus hopelijk een 8000 jaar lange temperatuurreconstructie te kunnen produceren. Daarover zal ik skippen. De laatste, maar daar ga ik het dan niet over hebben. De laatste belangrijke toepassing is natuurlijk het bestuderen van de geschiedenis van bossen. En één aspect is het bekijken van de geschiedenis van bosbranden. Maar wat ik heb verstaan van Isaac en Bert is dat er binnenkort nog een bospraatje komt specifiek over bosbranden. Dus ik denk dat ik dit voor vandaag ga skippen. Misschien nog juist de conclusie. Dus dendrochronologie als vakgebied bestaat al ongeveer een eeuw. Laat ons toe om zowel het verleden als het heden en ook naar de toekomst te kijken van zowel het klimaat als bosecosystemen en menselijke systemen. En zoals ik ook al zei, om die drie aan elkaar te linken, wat echt interessant maakt. Ik denk niet dat ik het nog eens hoef te hebben over mijn boek, maar voor wie benieuwd is hoe het eruit ziet, dit is een boek gepubliceerd ongeveer een jaar geleden in Lano. En misschien een primeur, dus de Engelse versie is ook al uit. En dan binnen 3 weken komt de Spaanse vertaling uit. Voor degenen die graag Spaans lezen, kijk ik uit naar de Spaanse vertaling. Bij deze wil ik mijn medewerkers bedanken. Isaac, Bert en bedanken voor de uitnodiging. En Jan voor de inleiding. En bedanken alle luisteraars en kijkers bedanken voor jullie aandacht. En ik beantwoord graag wat vragen. Schitterend. Heel erg bedankt, Valerie. Ik heb er zelf heel veel van opgestoken. Heel interessant. Er zijn inderdaad een paar vragen toegekomen van de kijkers. Ik ga ze een beetje proberen samenvatten. En ik zal al van eerste keer de eerste vraag stellen. Lode die stelde de vraag dat er in verschillende wetenschapstakken toch het vaak gebeurt dat mensen een verschillende conclusie trekken uit eigenlijk eenzelfde... Oei, Valerie, je bent even weg geweest. Kan dat? Ja, ben terug. Ik zal mijn vraag even herhalen dan. Allee, de vraag van Lode is dat in verschillende wetenschapstakken wetenschappers vaak verschillende conclusies trekken uit eigenlijk dezelfde data. En zijn vraag daar was naar jou, of dat in jouw vakgebied, of dat je dat ook ervaart, zoiets, of dat je daar eigenlijk, dat wetenschappers daar veel sneller naar unanimiteit komen, omdat de data zo sprekend zijn. En dus eigenlijk linkt die vraag een beetje aan hoe zeker zijn al de conclusies die je kan trekken? Ja, goede vraag. Hoeveel tijd heb ik om goed te antwoorden? Ik kan enerzijds kort antwoorden uit persoonlijke ervaring. Voor mijn doctoraat heb ik
enerzijds dendrochronologie gedaan, anderzijds heb ik ook satellietbeelden van bossen bestudeerd. En ik heb eigenlijk na mijn doctoraat resoluut voor de jaren gekozen, exact wat je beschrijft. Omdat dat zo, ja, die satellietbeelden, en mijn excuus voor iedereen die satellietbeelden gebruikt om bossen te bestuderen, dat heeft heel veel ontzettend interessante studies mee mogelijk, maar dat was niet mijn ding. Want je zit dan eigenlijk naar een computerbeeld te kijken en je kunt op zoveel manieren manipuleren als je wilt, dat je op de duur niet meer te goed weet waar je nu eigenlijk naar aan het kijken bent. Terwijl mijn jaringen, de trees don't lie, hè, dat is hout. Je kunt dat niet manipuleren. Ja, je kunt dat niet. Dat een brede ring is een brede ring en een smalle ring is een smalle ring. Nu, dat is de basis ervan, waar ik het nu niet over heb gehad, is dat hier ontzettend veel statistiek bij komt kijken. Hè. Die dendroclimatologie, dat is kwantitatief van begin tot einde. En daar natuurlijk, bijvoorbeeld als we het hebben over die hockeystick, ik had het er dan over dat daar ondertussen al veel meer, variaties op zijn gekomen. We hebben nu ook recent een paper die binnenkort gepubliceerd gaat worden. Om te kijken hoeveel juist de verschillende methodes die verschillende onderzoekers gebruiken om die data te analyseren, hoeveel invloed dat heeft op het eindeffect. Daar komen wetenschappelijke discussies bij te kijken. Maar enigszins welke reconstructie dat je gebruikt, temperatuursreconstructie, je heden, gaat altijd het warmste zijn. Er bestaat geen enkele, daarover, over grote dingen, bestaat eigenlijk heel weinig discussie. En dat zie je ook, om dat dan terug te brengen, dat zie je ook gewoon in de jaringen. Als je enigszins welke boom in Scandinavië, niet enigszins welke, maar boom, als je weet wat dat je doet en je neemt een staal van een boom in Scandinavië of in de Alpen, je ziet letterlijk die ringen breder worden aan het begin van de 20e eeuw. Je ziet dat er nog nooit zo breed zijn geweest. En terwijl het juist om biologische redenen omgekeerd zou moeten zijn. Dus ik denk dat er meer zekerheid is, omdat we met zo'n tastbaar materiaal bezig zijn. Maar dan neemt niet weg dat er daar nog altijd veel discussie over is, dat wij nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld in Janssen Lab, nieuwe technologieën toepassen, dat wij nu ook veel meer kunnen doen dan 20 jaar of 50 jaar geleden. Dus de wetenschap is een evolutie ook. Ja. Oké, super, merci. Een vraag die daaraan gelinkt is dan eigenlijk, of twee vragen. De ene van Bart, ze gaan altijd over cross-dating. Dus als je dan aan cross-dating begint te doen, in hoeverre dat die dikte van die ringen dan ook niet, dat dan ook niet belangrijk is dat die bomen uit dezelfde gebieden komen, want waarschijnlijk kan je niet een cross-dating doen voor over heel de wereld. En Sanne had dan een vraag gesteld, hoe dat je dan, of dat je verschillen zag in boomspecifieke omstandigheden en hoe dat je daar dan rekening mee houdt. Ja. De eerste vraag, ja. Zeker. Dat is een beetje, dat kan je teruglinken aan die dendroprovenancing waar ik het over had. Dus het kijken naar waar het hout vandaan komt. Dat komt omdat hout dat uit dezelfde regio komt, gaat het best kruisdateren. Dus je hebt inderdaad hout dat uit een... je kan inderdaad niet één jaar in chronologie hebben die de hele wereld bedekt. Daarom is het ook zo goed dat we nu al zo'n breed netwerk hebben aan jaring. Ik wil wel zeggen dat niet naar jaringen kijkend, maar naar het klimaat kijken, dat temperatuur over veel bredere regio's gelijkaardig is dan droogte. Bijvoorbeeld als het een warm jaar is in België, zal het ook een warm jaar zijn in het Verenigd Koninkrijk en ook in Duitsland en waarschijnlijk ook zelfs in Scandinavië. Dus dat is eigenlijk een redelijk groot gebied dat een gelijkaardige temperatuurschommelingen ervaart. Droogte veel, veel regio-specifieker. Dus het is niet omdat nat is in België, nat jaar is in België, dat ook een nat jaar is in Duitsland. Helemaal niet. Allee. Door de regel is dat veel regionaler. Dus
Dat wil zeggen dat jaringen die gevoelig zijn aan temperatuur ook over grotere gebieden met elkaar gaan cross-dateren dan jaringen die gevoelig zijn aan droogte. Omdat droogte zelf en temperatuur zelf een verschillende ruimtelijke schaal hebben. Qua verschillende boomsoorten hangt het er ook opnieuw een beetje vanaf waar je je bevindt. Als je in Scandinavië bent, gaan de meeste boomsoorten gevoelig zijn aan hoe warm of hoe koud het is. En dus gaan die meeste boomsoorten in hetzelfde jaar een smalle ring en een brede ring vormen. In België, het is moeilijk om aan klimaatsreconstructie te doen in België, omdat hier eigenlijk altijd warm genoeg is en eigenlijk altijd nat genoeg is voor bomen, hè, om te groeien in de zomer. Dus gaan die bomen eigenlijk niet zo heel gevoelig zijn. En dus gaan er ook veel meer andere factoren zijn die aan het spel komen. Wat wel een groot verschil is, hoe gevoelig bomen zijn aan het klimaat, dat kan wel van soort tot soort variëren. Dus dikwijls is het wel dezelfde klimaatsfactor die boompatronen creëert, maar hoe gevoelig dat die bomen zijn aan het klimaat, verandert wel van soort tot soort. Oké, bedankt. Een vraag die ondertussen daar dan ook aan verschenen is, is in hoeverre dat bosbeheer dan ook een effect heeft op die groeiringen. Maar ja, dat hangt samen met wat je net zei. Hè? Ja, en ook, daar kan ik nog wel iets meer over zeggen. Zoals ik zei, als wij waar je stalen gaat nemen voor je onderzoek, wordt heel erg geleid door het doel van je onderzoek. Als ik bosbeheer wil bestuderen, ja, dan ga ik naar een bos dat een lange geschiedenis aan bosbeheer heeft, of naar een dicht bos. Terwijl als ik klimaat wil reconstrueren, ga ik naar bossen in afgelegen gebieden om zo min mogelijk met bosbeheer te maken te hebben. Want ja, er zijn natuurlijk altijd verschillende factoren die je jaringpatronen beïnvloeden. Maar je probeert hetgeen waarin je geïnteresseerd bent zoveel mogelijk te isoleren. Ja, oké. Okay, ja, bedankt voor de toelichting. Een vraag van Niele. Ze stelde nog eens de vraag, je hebt helemaal in het begin gezegd, de staalname bij bomen, ja, die brengt eigenlijk geen schade toe. Maar zij stelde vast dat er in verschillende Europese landen dan toch een verbod geldt binnen bosinventarisatie plots, om daar jaring te gaan nemen. En ja, of dat ik dat wel kan verklaren. En daaraan gelinkt, want je maakt nog altijd een wonde in een boom, of dat je bepaalde protocols hebt bij die super oude bomen. Mag iedereen daar zomaar een staal in gaan nemen, of is dat iets dat internationaal moet aangevraagd worden? Dus daar ook graag een woord toelichting bij. Tweede kan ik wel op antwoorden. Het eerste weet ik, ik werk en woon al lang niet meer in Europa, dus in de Verenigde Staten is dat eigenlijk minder zo. En in Canada, in Noord-Amerika, dat bij die FIA, Forest Inventory Assessment, daar wordt eigenlijk heel dikwijls juist van jaringanalyse gebruik gemaakt. Misschien dat Jan iets meer kan zeggen over de Europese kant van de zaak. Maar over die oude bomen, ja, bijvoorbeeld de Bristol Combines, daar heb je hebt natuurlijk overal permits voor nodig. Hoe zeg je permit in Nederland? Toelating. Bristol Combines is ook een national forest. Bij ons heb je één onderzoeker in het jaringlabo die zich jaarlijks bezighoudt met het proberen vastkrijgen van zo'n toelating om die Bristol Combines te mogen stalen van nemen. En ik krijg dan toelating één keer om de 10 jaar of zo. Ik bedoel, en voor de rest ken ik niemand die daar stalen van mag nemen. Nu, dat is niet internationaal zo. En daar zou inderdaad beter wat internationale wetgeving rond bestaan. Bijvoorbeeld, je hebt de atlasceders in Marokko. Prachtige oude bomen, en van de oudste bomen van het Afrikaanse continent.
ja, iedereen gaat er naartoe. Nee, iedereen gaat er niet naartoe, maar er zijn al... ja, dat zijn ook niet zo heel veel bomen. Heel veel mensen hebben daar al stalen genomen. En niet alleen voor... Ja, het voorbeeld dat ik gaf is onze boorspaan. 5 mm, dat doet echt niet zoveel. Maar als je bijvoorbeeld... Als we het hebben over andere technieken, als je isotopen wilt bestuderen, dendrochemie wilt doen, dan heb je eigenlijk meer hout nodig. En dan gaan ze daar al rap met zo'n 1 centimeter boor een paar stalen nemen. Opnieuw, dat doet die boom eigenlijk niet veel, maar dat is niet schoon om te zien, ook niet natuurlijk. En waarom dat dan in Europa? Ja, bij die FIA-plots... Daar weet ik eigenlijk niet zoveel over. Jan, ik weet niet of jij daar iets meer over kan zeggen. Jan, als je wilt. Wij horen jou niet. Ja, nu wel hoop ik. Ja. Ja. Ik heb geen zicht over hoe dat zit in de verschillende landen in Europa. Ik weet wel dat het voor Vlaamse bosinventaris ook niet gebeurt. Maar niet zozeer omdat het niet zou toegelaten worden. Gerelateerd en niet gerelateerd daaraan is dat het bijvoorbeeld in veel permanent sampling plots, PSP's, dat het niet toegelaten is om überhaupt enige interventie te hebben. Dus daarmee wel echt volledig ongestoord. Dat heeft niks te maken met het feit dat als je een boorkern zou nemen, dat dat enige verwonding en enige nadelige effecten zou hebben. Dan mag je gewoon niks doen. Dan willen ze de plot die ze installeren, gedurende vele jaren volgen. En daar willen ze gewoon totaal geen menselijke interventie. Dus dat heeft daar eigenlijk weinig mee te maken. Of het in Europa daarom verboden is, daar twijfel ik aan. Ik denk gewoon dat het in vele landen geen standaard praktijk is om boorkernen te nemen bij een forest inventory plot, bij een bosinventaris. Ja, oké. Okay, super. Bedankt om dat toe te lichten. En ik zou graag nog even terugkeren, Valerie, op wat je daarnet zei van die bomen in Marokko. Helemaal in het begin is er een vraag gesteld door Martien. Bij het registreren, elke staalname die gebeurt, wordt dat in een internationale databank ergens bijgehouden met GPS-punten, zodat je weet waar dat er al allemaal stalen van genomen zijn. En geldt er een zekere collegialiteit onder de onderzoekers in jullie wereld? Ja, daar zijn we volop aan bezig. Stalen die tegenwoordig genomen worden, zoals ik zei, daar, we hebben dan een netwerk aan die meer dan 4000 chronologieën. Tegenwoordig, inderdaad, wanneer je een staal neemt, is dat met GPS en met heel veel metadata. Je moet denken, die 4000 chronologieën, sommige daarvan zijn in de jaren 1930, 1940, 1950 genomen, voordat al die technologie er was natuurlijk. Hè. Dus het is niet zo dat voor elke bestaande chronologie zo is. Ik moet ook zeggen dat het een beetje, dikwijls een beetje schipperen is. Dus als wij, bijvoorbeeld je gaat naar Smolikas, dat is een redelijk dure expeditie. Per dag dat je daar bent, wordt dat duurder en duurder. Dus moet je ook, wil je ook zoveel mogelijk stalen van zoveel mogelijk bomen op zo minst mogelijk een tijd nemen. Dus als je daar van elke boom alle mogelijke metadata gaat zitten nemen, terwijl dan neem je misschien 5 stalen op een dag en dan moet je daar 3 maanden zijn om genoeg stalen te hebben om een klimaatsreconstructie te doen. Dus het is een beetje, opnieuw, dat hangt ook af van het doel van je studie. Voor klimaatsreconstructie is het minder van belang dat je weet welke boom exact waar groeide. Je moet natuurlijk wel algemeen weten welke soort je waarvan je stalen hebt genomen, de GPS van de streek in het algemeen. Terwijl als je bijvoorbeeld iets voor bosecologie doet, dan is het juist wel belangrijk dat je heel veel metadata-informatie hebt van elke boom specifiek. Dus ja, dat is een beetje wikken en wegen, afhankelijk van het doel van je studie. Oké, dank. En dan was er een vraag die we zelf eigenlijk ook al hadden gedacht, maar ze is door het publiek ook gesteld. Dat is een beetje minder inhoudelijk dan, maar meer naar uw ervaring als onderzoekster in de US ten opzichte van in Europa. Of dat je, hoe dat je dat ondervindt. Opnieuw, hoeveel tijd heb ik zo? Ik heb in beide kanten onderzoek gedaan. Hè. Mijn doctoraat in België, dan voor een postdoc naar hier, dan terug naar Europa
om in Zwitserland te gaan werken en nu uiteindelijk hier in de Verenigde Staten terechtgekomen. Ik kan misschien met Jan polsen, maar ik heb het gevoel dat je, tenminste in de academische wereld, dat in België en Europa in het algemeen, dat jullie veel meer les moeten geven dan wij hier in de Verenigde Staten. Dus wij hebben meer tijd om onderzoek te doen. Ik denk dat het ook, maar aan de andere kant wordt hier veel meer, waar Jan het over had, over die communicatie, daar wordt hier veel meer op gehamerd, daar wordt hier veel meer belang aan gehecht, aan communicatie naar een breder publiek toe. Zeker als klimaatwetenschapper, we krijgen daar ook heel veel vraag van studenten, om alsjeblieft om aan hun te leren hoe aan wetenschapscommunicatie te doen. Er zijn heel veel verschillende budgetten, zijn heel verschillend. Budgetten in Europa zijn veel groter. Waarschijnlijk even moeilijk om vast te krijgen, hè? Maar als je ze krijgt, zijn ze groter in Europa dan in de Verenigde Staten, heb ik toch een indruk. En dan, om het nog over een onderwerp te hebben waar Jan het al over had, zijn er veel meer vrouwen in toegepaste wetenschappelijke of in de wetenschappen hier in de Verenigde Staten dan in Europa in proffen en leiderschapsposities. Dus qua studenten is dat waarschijnlijk gelijkaardig. Zelfs op doctoraatsniveau is dat nog gelijkaardig, maar dan daarna, bijvoorbeeld in ons jaringlabo, zijn wij met 25% vrouwen op het moment in de faculty, dus qua proffen, 3 van de 12. En dat is echt op nippertje, dat wordt als weinig beschouwd. Terwijl in België, ik wil wel eens één faculteit zien, maar dat er 25% vrouwelijke proffen zijn. In de wetenschappen, hè. Dus dat vind ik toch wel een groot verschil. Ja, ja, in de exacte wetenschappen waarschijnlijk nog, nog extremer. We gaan het hier moeten afronden helaas, Valerie, qua vragen. Er zijn natuurlijk nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven, maar we hebben de meest inhoudelijke, denk ik, gehad. Dan rest mij nu nog u te bedanken. Ik wil juist even dubbelchecken bij Bert of dat iedereen mijn scherm kan zien. Ja. We gaan dan nu, zoals we beloofd hadden, de kortingscode. We hebben samen met uitgeverij Lano kunnen komen tot een mooie samenwerking. En uitgeverij Lano heeft een kortingscode opengesteld waarmee dat je het boek met 10% korting kan verkrijgen en een gratis verzending. De code staat daar geschreven, die is BOSPLUSWEB10. Ik zal aan een collega ook vragen om het eventjes in de chat te zetten. En die is geldig tot 30 april. Dat is vrij te gebruiken voor zij die dat willen. Dus de code komt ook nog in de chat. En dan zouden we graag ook nog, als je genoten hebt van deze lezing, dat is allemaal gratis gebeurd. Als je de QR-code scant, kan je naar onze website gaan en eventueel een vrije bijdrage leveren. Als je gewoon inhoudelijk op de hoogte wilt blijven, dan kan je ook natuurlijk altijd inschrijven op de nieuwsbrief van BOSPLUS. Zoals Valerie zei, zitten er nog een paar bospraatjes in de pijpleiding. Dus die komen er ook aan. En dan rest mij nog de laatste slide om iedereen nogmaals te bedanken voor de zoveelste keer. Vooral Valerie natuurlijk voor haar super interessante lezing, maar ook aan mijn collega's en aan Jan voor de introductie. En dan nog eens de verschillende partners die echt wel geholpen hebben in een heel breed publiek te bereiken. Ik hoop dat iedereen het even interessant vond. Dat is uitgeverij Lano, IFSA, Gent, de Studentenvereniging voor Bos Natuurstudenten, het Afrika Museum en specifiek het Houtbibliotheek daarbinnen. En dan natuurlijk het Houtlabo van de UGent. Was ik ook nog te bedanken. Dus hierbij, kijk, het is perfect 21:30. Ronden wij af. En ja, goed. Hopelijk tot op een volgende bospraatje.